Verschillende partijen storen zich aan de houding en het gedrag van Arnhems SP-wethouder Gerry Elfrink in de discussie over stadsblokken Meinerswijk en de volksraadpleging over het uiterwaardengebied op 30 november. Onze verslaggever Pieter Pluijgers sprak met Gerry Elfrink en GroenLinks-raadslid Mark Koenders. Meneer Elfrink, ik heb het met Emiel nog over. Wat was de vraag? Heel kort, en daarna gaan we weer door naar de inhoud, want deze vraag hebben we eigenlijk al gehad. Wethouder Elfrink krijgt een korte spreektijd. De eerste vraag kan zeer verkeerd dat ik überhaupt mag spreken. Ik vind het trouwens ook fijn dat we hier zo samen zijn met elkaar en alle meningen. Ik denk wel dat we hier uiteindelijk een achterhoedegevecht voeren. Binnen 10 jaar, en wat is 10 jaar op een mensenleven? Binnen 10 jaar is dit bedrijventerrein omgevormd in een terrein waar je kan recreëren, waar iedereen kan komen en waar ook gewoond zal worden. Waarom? Omdat aan bedrijventerreinen steeds minder behoefte is, hebben we steeds minder nodig en daar hebben we veel te veel van. En deze stad is aantrekkelijk en groeit en aan wonen hebben we gebrek. Dit is een achterhoedegevecht. Wij hebben een unieke kans om 1 natuurgebied te vormen, een uiterwaardepark, uniek in West-Europa. Daar moeten we wat voor doen, dat gaat niet vanzelf. Stap 1 is het als publiek gemeenschap in handen krijgen. Dat betekent heel ordinair een deal sluiten met de projectontwikkelaar van de AWD. Er was nogal commotie of opwinding over uw optreden afgelopen week bij het debat over stadsblokken Meinerswijk in Koerhoorn. Sommige raadsleden van zowel oppositie als collegepartijen, als sommige burgers, ergerden zich aan uw gedrag daar. Ja, heb ik ook kennis van genomen en ook tweets die ik heb verstuurd zijn door sommige mensen als bijzonder vervelend ervaren. Ja, ik heb ook gezegd, ja, iedereen mag zijn eigen oordeel hebben over wat hij van mij vindt en wat hij vindt van wat ik zeg. Nou, wat ik heb gezegd wordt eigenlijk door niemand betwist. Ja, wat ik zeg klopt wel, heb ik begrepen. Alleen dan hoe ik het dan zou hebben gezegd. Nou ja, het was een debatavond. Ik heb dat met de nodige zelfverzekerdheid wel gebracht, maar wel gericht op de inhoud. Namelijk, mij werd de vraag gesteld, ik had ook niet het woord gevraagd, maar mij werd de vraag gesteld, terwijl ik daar gewoon zat naar het debat te luisteren, van nou ja, de SP en Emiel Roemer en u pleiten voor een nationaal park, Meinerswijk. Hoe moet dat nou met het referendum? Dus een dergelijke vraag. Dus, en toen kreeg ik de microfoon. En toen heb ik uitgelegd over hoe dat in elkaar zit. GroenLinks was nogal ontstemd over het optreden en de toon van wethouder Gerry Elfrink tijdens het debat over stadsblokken Meinerswijk in Koerhoorn Centraal vorige week. Wat is uw verontwaardiging? Nou, wij vinden deze houding en dit gedrag niet passen bij een wethouder. Wij zouden dat graag anders zien. Het is niet alleen trouwens die dinsdagavond geweest. Ook op Twitter worden er dingen gezegd die volgens ons niet kloppen. Maar ook eigenlijk niet passend zijn. Vandaar dat we het vanavond wilden bespreken met de gemeenteraad. Helaas heeft de meerderheid, de coalitie heeft gezegd dat gaan we vanavond niet doen. Maar wij blijven het in ieder geval in de gaten houden. Want wij vinden dat dit niet passend gedrag is. Was het debat niet soms scherp van beide zijden? Het is heel goed om een scherp debat te voeren en het gaat over ons groene hart. We vinden het heel goed dat de hele stad het daarover heeft. Wij hebben daar een duidelijke mening over. Meneer Elfrink heeft er een duidelijke mening over en dat is helemaal niet erg. Dat is heel goed dat we het daarover hebben. Maar dat betekent wel dat houding en gedrag moeten wel passend zijn. En meneer Elfrink is wethouder voor de hele stad. En op deze manier vertegenwoordig je niet op een goede manier de stad. En wij zouden dat gedrag graag aangepast zien. Hebben we ook gevraagd. Daar kregen we niet een bevestigend antwoord op helaas. Mijn oud-collega Henk Kok van GroenLinks, hij is weliswaar van een andere partij, maar dat maakt niet uit, heeft ontzettend goed werk hier geleverd in Arnhem voor stadsblokken Meinerswijk. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat een terrein wat nu compleet versnipperd is, vol staat met hekken, met lelijke fabrieksterreinen. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat Arnhem nu de kans heeft om daar 1 groot natuurgebied van te maken, de bedrijfshallen te slopen, die hebben we ook niet nodig. En daar komt aan de rand, daarvan komt dan een klein beetje bebouwing, waaronder woonbebouwing. Nou, dat plan zit ontzettend goed in elkaar. Ik vind echt dat hij daar fantastisch werk heeft geleverd.